Dus gisteren koop ik een zakje zonnepitten voor 3 euro. Ik dacht, laat me lekker kouwen als ik loop. Dus maar even gewoon voor kou, kou. Ik dacht even iets anders. Want vroeger had ik het ook altijd met die Turkse vrienden van me. Oké, okay. maar vandaag loop ik te bakken. En ja, uh, zonnebloemolie, uien, konoflook, tomaat. Begin, ik zet het op spaar om te beginnen. Maar nu lees ik op mijn zonnebloemolie... Gemaakt van zonnepitten. Pure zonnebloemolie. Ik denk, oké. Okay, ga op die bon kijken. 2,48. Ik zeg, oké. Okay. Dus ik heb gisteren mijn zonnepitten gekocht voor 3 euro. Een liter zonnebloemolie kost 2,48. Dus al die jaren houden deze mensen ons voor de gek. Dat zonnebloemolie pure zonnepitten zijn. Dat ze het persen en dan komt olie eruit en dan maken ze liter olie van zonnepitten. Mensen, denk even logisch na hoeveel zonnepitten je moet gaan persen voor een liter olie. Want die, wat ik nu had, die 3 euro, ik kon niet eens mijn gezicht ermee vegen. Het zou niet eens glimmen. Zo weinig olie heb ik voor 3 euro. Dus dat betekent dat ze een hectare of zo aan zonnebloemen moeten gaan planten om 1 liter olie te hebben. Dus al die tijd liegen deze mensen tegen mijn oma, tegen mijn moeder. Maar bij mij stopt het, want ik let op. Het kan niet dat we zo geponkt zijn. Het kan niet. Nu ga ik verder googelen. Het is gewoon gevaarlijk. Als je ermee bakt. Dus al die tijd heb ik mijn moeders pannetje gestolen. Heb ik zonnebloemolie gezet. Dan bak ik patat. Net als iedereen in mijn familie. Hè. We hebben altijd die stiekem pannetje waar we olie in zetten. Het is gewoon giftig. Het veroorzaakt gewoon kanker na een tijdje. De ey, deze mensen zijn gevaarlijk. Brother. Dat wij dit zijn gaan geloven. Dat zonnebloemolie uit zonnepitten wordt geperst. boy. Hey. Deze keer was ik wel een doom beest, brother. Maar ik ben terug, ik ben terug.